Ik loop met mijn hoofd naar beneden gebogen naar binnen bij de GGZ. We komen binnen in de gesprekskamer. Voor mij zaten ze, de deskundigen in de vorm van een psycholoog en een psychiater. Het hoge woord kwam er meteen uit. Uw zoon is schizofreen. Mijn moeder schrok en probeerde de diagnose tegen te spreken. Het was grappig om mijn moeder te zien worstelen met de psychiater. Hoewel ik vond dat de diagnose wel erg snel werd gesteld, kon ik de psychiater geen ongelijk geven. Ook al kan je moeilijk een diagnose stellen van papier, vond ik dat er in de woorden van de psychiater wel iets van geloofwaardigheid zat. Waar ik het niet mee eens was, was de manier waarop hij het bracht. Echt op zo'n toontje van, we hebben er weer een. Psychiatrische diagnoses en labels kunnen zorgen voor buitensluiting en onzekerheid. Kim Helmes is GZ-psycholoog en zet zich in voor een betere zorg zonder stigmatisering. Ze reisde de wereld rond op zoek naar manieren om meer begrip te kweken voor psychische klachten en de acceptatie hiervan. Zo interviewde ze Antonio uit San Francisco over de impact van gewoon contact maken en het wij-zij onderscheid. First way to change people's perspective is dialogue. You gotta have dialogue with people. I say dialogue and building relationships. You gotta build relationships. Because let me tell you something, it's like this, it's like us and them. Us and them. You know, the clinicians and clients. You know what I'm saying? It's like us and them. So when you start saying us and them, there's always gonna be division. You gotta say us. We're in here together. It's us. It's us. Because I'm telling you right now, people that have not got diagnosed, they do this, they manage their mental health. They do like yoga, they ride a bike, they read a book, you know, they play video games, you know what I'm saying, they bungee jump, you know what I'm saying, they travel, they do all kind of stuff. It's just that I had an incident in my life where I had an episode, but I was managing my mental health, but I guess I wasn't on my job because I got diagnosed. But people that ain't diagnosed, you're just good because you're on your job. You might be a runner, you know what I'm saying? You might do martial arts. You're managing mental health, you don't even know it. Mijn credo is eigenlijk, wat doe jij? Ik hoop daarmee mensen aan het denken te zetten. En ze zelf te laten nadenken over de need in die situatie waar het om stigma gaat. Dus wat doe jij als hulpverlener om bij te dragen aan kwaliteit van leven van jouw cliënten? Wat doe jij om ervoor te zorgen dat mensen teruggaan naar een context die ze accepteert en begrijpt? Wat doe jij om de Nederlandse samenleving op een positieve, eerlijke manier over psychiatrie te laten nadenken? Wat doe jij om mensen in hun kracht te zetten? Wat doe jij om altijd het talent naar voren te brengen? Wat doe jij in het oppoetsen van de parels in plaats van het bestrijden van het zwijn? Dus het is meer een soort van, ja, reverse psychology. In plaats van zeggen, je moet dit doen of dit gaat niet goed, denk ik dat het beter is om een vraag te stellen. En dat komt voort uit, zie je niet. Ik denk dat dat nodig is. Wat doe jij voor een stigmavrij Nederland?